Vandaag in Op de Koffie bij Jan schuift PvdA-raadslid Antoine van Lune aan bij Jan Jansen. Volgende week is het laatste raadslid aan de beurt. Goedemorgen. Deze morgen aan tafel met Antoine van Lune. Sinds kort PvdA-lid, raadslid. Hoe is dat zo gekomen? Dat komt doordat Manon Fokke uit de raad is gestapt vanwege dat ze Tweede Kamerlid is geworden. Ik stond als de eerste opvolger op de lijst en daardoor kwam ik in de raad. Jullie zitten meteen in de coalitie. Dat is een hele grote stap wat dat betreft. Hoe bevalt dat eigenlijk? Mij bevalt wel goed. Dat heeft ook te maken met dat we gewoon een aantal zaken nu echt goed op de rails hebben. Met de Noorderbrug, met de A2, met Belvedere hebben we besluit genomen over de toekomst daarvan. Dus er liggen echt dingen op de rails en er is ook ambitie. Dus dat is een goede zaak. En de financiën zijn op orde, dus dat is altijd wel een geruststelling. Ja. Ik zie ook dat jij lid bent van de Zuid-Noord-commissie van de PvdA. Wat betekent dat precies? Dat betekent dat ik lid ben van commissie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. En we geven advies aan de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur over hoe ze met deze onderwerpen om moeten gaan. En zo hebben we binnenkort ook de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking en Handel op bezoek. Waar we mee in gesprek gaan over wat zijn onze ambities voor de toekomst op het gebied van internationale samenwerking. Politiek heeft ook vaak te maken met emotie. Hè? Onlangs de discussie over de winkelsluitingswet was nogal een hevig debat, denk ik. Ja, dat is ook wel logisch, omdat deze stad een traditie heeft. Een traditie vanuit een christelijke achtergrond. Ja. Daar sluit ook die winkelsluitingswet sluit ook heel erg bij aan. Bij die christelijke historie van Nederland, van deze stad. Het ging over, gaan we dus nu een stad maken waar we zeggen van als overheid houden we ons niet bezig met onze christelijke achtergrond. Hè, kerk en staat moeten van elkaar gescheiden worden. Dat brengt heel veel emotie mee. Het gaat natuurlijk ook over wat levert dat op? Redt de kleine winkelier het nog wel? Wordt onze stad niet overlopen? Ja, de mensen maken zich terecht zorgen daarover. En ook in de raad leven die emoties. Maar ik denk dat er wel een heel goed overwogen besluit is gekomen. Doordat we wel hebben gezegd, als we dit doen, moet er wel scherper gekeken worden naar evenementen. En zal er echt iets gedaan moeten worden aan de parkeerdruk in de binnenstad. Want anders kan je dit niet doen. Als ik 2 jaar verder tel, dan zitten we ook al met de nieuwe verkiezingen, 2014. Dus het is zaak dat de PvdA aan de bak blijft wat dat betreft. Hè? Ja, maar gelukkig zijn we bezig met meer dan alleen de winkeltijden. Er zijn vele belangrijkere onderwerpen op de agenda. Laten we denken aan wonen. Mensen die hebben het toch wel lastig als het gaat om de energielasten, om de huurkosten. En daar is echt nog een uitdaging. Want met het nieuwe beleid van deze regering zie je toch wel een probleem ontstaan. En dat probleem is dat doordat in Limburg de prijzen van woningen erg laag liggen, betekent de regel dat je maar 4,5% van de waarde van de woning als huur mag vragen, betekent dat de huren omlaag moeten. En dat betekent dat corporaties geen geld meer hebben voor onderhoud, geen geld meer voor renovatie en geen geld meer voor nieuwbouw. En dat is wel zorgelijk, want dat is uiteindelijk voor die mensen die in die huurwoning zitten. Dus het lijkt alsof ze een cadeautje krijgen, maar uiteindelijk is het een sigaar uit eigen doos. En ik denk dat we daar wel een oplossing voor moeten vinden. Want dat is eigenlijk een ongewenst effect van de plannen van het kabinet. Nog een afsluitende vraag. Als Antoine van Lune niet met politiek bezig is, waar is hij dan mee bezig? Dan ben ik meestal gewoon met vrienden in de kroeg, thuis. Soms ook gewoon lekker met een boek op de bank. Wat ik ook altijd leuk vind, zo nu en dan in het weekend, is om autosport te kijken. Autosport? Ja.
Zijn er bijzondere zaken daarbij? Vooral Formule 1 vind ik echt een mooie sport. Vooral vanwege de samenkomst van de mens en de technologie. En ook vooral de hoogwaardige technologie. En dat vind ik heel boeiend. En daar kan ik altijd met heel veel plezier naar kijken.